Goedemiddag kijkers en welkom bij de derde aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen we dus informatie, we brengen inzichten en we brengen vooral updates over de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft. Suriname is deel van de wereld en wij zitten ook in die greep van deze COVID-19 pandemie. We zullen er allemaal aan moeten werken om verspreiding van het virus tegen te gaan. En daarvoor is een aantal maatregelen aangekondigd die dagelijks worden doorgespeeld. Met dit programma proberen we te benadrukken hoe belangrijk het is dat u die maatregelen opvolgt. Dat niet alleen, we proberen ook vanuit verschillende hoeken inzichten te geven op dit COVID-19 virus en hoe mensen daarmee omgaan. We hebben elke dag een gast en mijn gast vandaag is Sandro Alberga. Hij is tandarts. Sandro, welkom in het programma. We gaan elkaar titoyeren, want we kennen elkaar wel. En hij staat gewoon bekend als Sandro. Hij is weliswaar tandarts. En vanuit zijn professie gaan we dus een beetje praten over het COVID-19 virus. Ik begin met iets minder leuks, want gisteren na de persconferentie Sandro is bekend geworden dat het zesde positieve geval genoteerd is. Hoe is dat nieuws bij jou overgekomen? Natuurlijk niet prettig. Iedere besmette persoon is één te veel. Maar het was ook wel verwachtbaar dat de teller wat zou oplopen. We weten, het is een importziekte. Het is een ziekte die komt vanuit het oosten, om het even zo te zeggen. En eerst was dus China, Azië, daarna Europa. En wat we zien is dat het migreert richting het westen. En wij zijn in principe daar bij het laatste continent. En dat zie je ook. Je ziet ook in onze buurlanden, met name Brazilië, die inmiddels meer dan 2000 besmette personen telt. Dat praat over geteste personen. Natuurlijk zal dat aantal hoger liggen. Frans-Guyana, landen in de regio, Trinidad met meer dan 50 besmette personen. Dus de ziekte die komt er vlot aan. En dat was verwachtbaar. En de challenge voor al deze natuurlijk minder sterke economieën is, hoe ga je dat trotseren? En heb je op tijd alles in place, zodat het geen ongebreidelde vormen aanneemt, deze epidemie. Vanuit jouw beroep gaan we zo meteen daar naar kijken. Maar in principe was jij een van de mensen die al heel vroeg met filmpjes op social media mensen bewust probeerde te maken van het gevaar van de ziekte en maatregelen ze kunnen treffen om verspreiding te voorkomen. Dat was voor de hele persconferenties begonnen. Dat was eigenlijk in een heel vroeg stadium. Jij kende het gevaar, van waar het idee om dat meteen te delen met de samenleving? Nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk, het is geen beschuldiging richting de overheid, maar ik had het gevoel dat we onze bevolking niet helemaal goed voorbereiden nog op wat ons te wachten stond. Omdat de voorlichting is een mechanisme wat op gang moet komen. Hè? Het is een trein die langzaam op gang komt. Sommige mensen zijn een beetje verstoken van social media. Dus die zullen het via mond-op-mond vertelling moeten horen, vernemen. En ook de instructies die daarbij horen. Dus ik dacht, je kan nooit te vroeg starten. En met name omdat een heel goed voorbeeld, eerst Italië en dan Nederland, waar ze eigenlijk beide hebben gezegd, we hebben het niet helemaal de meest efficiënte manier aangepakt. Dus ik denk, ik zie nog niet echt veel beweging, dus ik denk, ik start gewoon met in mijn vriendenkring, in mijn kleine omgeving met een videootje. En de video heeft inmiddels tegen de 120.000 views, is op verschillende media met mijn toestemming ook gedeeld, op tv, op de radio. En daar ben ik heel blij om. Ik denk dat het resultaat wat ik bereikt heb met mijn video boven verwachting is. En heel veel mensen hebben ook daar in navolging daarvan hun eigen berichten gemaakt en ook gedeeld. Dus dat was een goede start voor informatie. Daarmee geef je eigenlijk meteen antwoord op mijn volgende vraag, hoe mensen gereageerd hebben. Ze hebben dus goed gereageerd. Reageren is één, maar maatregelen in acht nemen, dat is twee. Heb je het idee dat het goed tot ze doordringt hoe gevaarlijk dit is en hoe belangrijk het is om die maatregelen te treffen? Ik denk dat je nooit, laat me zeggen, nooit voldoende beschermd bent en jezelf nooit voldoende bewust genoeg zal zijn totdat de ziekte echt ernstigere vormen aanneemt. Dat is in alle landen gebleken. Maar wat wel heel gauw heeft gewerkt, wat ik zag, is eigenlijk de dag nadat het videootje viraal ging, zag je meteen een hele drop in het aantal mensen op straat. En dat is wat ik zeg, die trein die langzaam in beweging komt. Natuurlijk hebben mensen verplichtingen.
hun werk, hun omgeving, waar ze dus contacten mee hebben en ze moeten naar de winkels. Dus dat moet heel langzaam eigenlijk tot rust gaan komen. Men moet zich van elke beweging buiten de deur, moet men zich een beetje bewuster gaan worden. En daarvoor is natuurlijk die hele grote campagne nodig. Maar ik denk wel dat wat we met zo'n early video starten, is dat de mensen die de handelingen moeten plegen om de rest voor te lichten, dat die ook meteen de draad oppakken. En dat is denk ik heel goed gelukt. Nu is het behoorlijk op gang gekomen. Even terug naar jouw professie. Jij bent tandarts. Er is heel duidelijk dat besmetting voornamelijk kan plaatsvinden via plekken waar de slijmvliezen zijn, mond, neus, ogen. Jullie werken op een 30 centimeter afstand van mensen, hun ogen, hun neus. Jullie werken in de mensen, hun mond. Hebben de tandartsen, heb jij een protocol van hoe je daarmee omgaat? Ja, we hebben vanuit de vereniging ook heel snel hebben we met elkaar overleg gepleegd. Gekeken wat in het buitenland op dit moment gangbaar is. En daarbij hebben we toch wel wat harde beslissingen moeten nemen. Omdat de equipment die we gebruiken, met name de boor waarmee je werkt, de spray waarmee je afspoelt, dat zijn dingen die de druppeltjes doen opspatten. En dat noemen we die aerosol. Dat is gewoon die wolk met druppeltjes. En dat is hoogst besmettelijk. We weten van andere landen dat waar dus de epidemie flink is uitgebroken, weten we al dat ze met name dat punt, dat van die aerosol, onderschat hebben en dat tandartsen, mensen in de mondzorg, toch best wel lang door zijn gegaan. En daar zien we ook dat in die groep best wel veel mensen besmet zijn geraakt. Ook het personeel in deze polyklinieken. Dus wij hebben heel snel gezegd, die equipment mag niet meer gebruikt worden. Totdat we een beeld hebben dat hoe het beheerst wordt en of het in ons land al onder controle is. Dus dat is natuurlijk voor de patiënten ontzettend vervelend, omdat ze behandelingen hadden gepland. Maar ook voor ons, je legt eigenlijk 95% van je handelingen en daardoor ook je inkomsten als zelfstandig ondernemer, leg je stil. En je gaat alleen nog naar de bestrijding van pijn. En dat doe je op de meest eenvoudige manier. Meestal is het of een tijdelijke vulling maken op heel basale manier, of een tand verwijderen, of medicatie. En hopen dat je het een beetje kan rekken met de pijn, tot nadat de epidemie beheersbaar wordt. En wij zelf denken dat het weer groen licht wordt om te gaan behandelen. En nu weet ik uit eigen ervaring dat bijvoorbeeld kiespijn is een verschrikkelijk ding. Stel dat iemand te kampen krijgt met problemen aan de tanden, in de mond, over het algemeen. Wat is jullie advies naar patiënten toe? Nou, dus allereerst je eigen tandarts opzoeken. Wel rekening houden dat waarschijnlijk de behandeling heel basaal zal zijn. En basaal is? Ja, dus wat ik net aangaf, je zal hooguit een tijdelijke vulling kunnen maken, omdat je dus niet met de normale instrumenten waarmee je vult, daar kan je niet meer mee werken. Dat is veel te veel risico voor de patiënt, voor de tandarts, voor de assistent. Dus we zeggen, dat gaat even niet gebeuren. Dan heb je dus de optie van het uittrekken. Een gaatje tijdelijk dichtmaken. Of inderdaad pijnbestrijding, gewoon tabletjes voorschrijven. Heel vervelend, maar ja, we zijn echt gelimiteerd en we zullen ons daaraan moeten houden. Want als alle tandartsen op een gegeven moment in één periode ziek zouden worden, dan gaat ook dat op de helling. En het is een heel specialistisch beroep. Ik kan niet zeggen, laat een huisarts nu de tanden gaan uittrekken en gaan vullen en noem maar op. Dus je hebt je tandarts, je workforce, je assistenten, je hebt ze allemaal nodig. Dus die groep mag niet ziek worden. Begrijpen patiënten dat? Meestal wel. Ja, het is een beetje uitleggen. Hè. Je moet de zin van je handelen moet je altijd goed kunnen uitleggen. Wij hebben op de deur een briefje alvast waar staat dat het protocol is. We leggen ze ook uit waarom het protocol zo belangrijk is. En daarna kijken we toch met de beperkte middelen wat we voor de patiënten kunnen doen. Nu ben je van de mensen die dus die voorlichting heel vroeg heeft opgepakt. We zijn nu anderhalve week verder na de eerste positieve test. De teller staat op 6 positieve testen. De teller staat op ruim 200 mensen die in thuisquarantaine zijn. Als je het afzet tegen de Surinaamse bevolking, hebben we het goed gedaan? Nou, ik denk dat het nog te vroeg is om die... Ja, we willen allemaal de cijfers zelf interpreteren. Maar ik denk dat het nog een beetje vroeg is, omdat je nu eigenlijk aan de vooravond zit. De mensen die toch binnen zijn gekomen en die contact hebben gehad. Want helaas, de mensen die getest zijn, hebben in Suriname ook contact gehad met anderen. In de periode dat ze toch al
in staat waren om het virus over te dragen. Dus, en daar gaat weer een periode van 10 dagen, 2 weken overheen. Dus om de werkelijke impact te zien en om te zien of de mensen zich daarna goed hebben teruggetrokken, dus zelfisolatie en zelfquarantaine, om dat te zien denk ik dat je echt tot 2 tot 3 weken verder moet zijn. En dan kan je denk ik wel een beeld krijgen over de verspreiding in de totale populatie die we hebben. De verre districten, dat is natuurlijk minder een zorg, omdat deze mensen ook minder naar Paramaribo toekomen. Ook daar is het een beetje stil komen te liggen in het verkeer naar Paramaribo. En de ziekte zit momenteel dus echt in Paramaribo. Dus de mensen in de verre districten die zijn relatief. En dat zeg ik relatief omdat ook daar kan er iemand tussen zitten die weer het virus naar daar gebracht heeft. Dus je moet je nooit rijk rekenen met dit virus. En dan was een van de belangrijke maatregelen was was je handen. Daar begon het echt mee. Was je handen goed, zeker 20 seconden met water en zeep. Later was het ook nog niezen en hoesten in de elleboog. En nu, als je het mij vraagt, is een van de belangrijkste instructies: behoud 1,5 meter afstand. Als we de berichten lezen, dan zie je dat eergisteren op Latour de politie in actie heeft moeten komen, omdat mensen bij bosjes bij elkaar stonden, omdat ze die afstand niet bewaarden. Waarom is het zo belangrijk dat je minstens 1,5 meter afstand moet bewaren van een andere? Ja, we weten inmiddels dus dat het een airborne, het is een virus die door de lucht gaat en die toch wel enkele, laat maar zeggen, 1,5 meter, soms wel 2 meter ver kan treffelen zonder dat het doodgaat. En dat is natuurlijk een nieuw fenomeen. Over het algemeen weet je dat als iemand bijvoorbeeld een andere ziekte heeft, dat als je het niet dicht bij de persoon, als je geen lichaamscontact, dat er weinig besmetting plaatsvindt. Helaas omdat het coronavirus zo besmettelijk is en toch wel een overlevingskans heeft, is die afstand waarop het virus zich met de wind, maar ook met de kracht van het niezen en hoesten, kan hij dus echt een afstand overbruggen. En daarbij denken we, maar het is nog vroeg, dat 1,5 tot 2 meter, het is niet eens 1,5, ja, maar we zeggen 1,5 tot 2 meter, van zeker van iemand die hoest, niest en dergelijke, dat die afstand pas echt veilig is. Dat je daar binnen die afstand pas zeker weet dat je het virus niet over je heen zal krijgen. Dus, maar een ander belangrijk punt, en dat is denk ik de essentie van wat we nu moeten doen, als we kijken wie is de groep van de meeste slachtoffers, en dan zijn dat de ouderen en de mensen in slechte lichamelijke conditie. Dus mensen die van zichzelf weten dat ze diabetes zijn, de suikerziekte mensen, de ouderen, mensen met hartklachten, met longaandoeningen, leveraandoeningen. Die groep is onze zwakke groep. En eigenlijk die social distancing naar deze mensen is het meest belangrijke. Houd deze mensen op afstand. Zet deze mensen in een soort zelfquarantaine. Omdat die groep, als die besmet raakt, weten we zeker dat daar de doden zullen vallen. In de groep jongeren, over het algemeen, je zal wel heel erg ziek worden. We moeten het niet onderschatten. Ziek worden, 100%. Je voelt het, je merkt het. Heel vervelend, hoge koorts, vreselijke longklachten. Maar je overleeft het over het algemeen wel. Maar in onze zwakkere groepen, en ik kijk ook naar de bejaardentehuizen, ik kijk naar de verzorgingstehuizen. Ik denk dat daar zo, dat we daar toch heel strikt mee moeten omgaan. Met oma, met opa, met onze groottantes en grootooms. We moeten niet naar ze toe gaan als het niet nodig is. Isoleer deze groep. Want als deze groep inderdaad per ongeluk toch besmet raakt, kan je echt hele vervelende situaties. Want de sterfte onder deze groep is vele malen hoger. En dat betekent een stukje zelfverantwoordelijkheid nemen en een stukje verantwoordelijkheid voor de ouderen, als je ouderen in je omgeving hebt, wat niet makkelijk is. Hè? Want je denkt, imgo ppp, dit ben je maar juist, want het zijn oudere mensen. Het is wel hard om te zeggen, ik blijf daar ver vandaan. Ja, en ver is natuurlijk weer die 1,5 meter, laat me zeggen 1,5 tot 2, want 1 is echt te weinig, denk ik. Die 1,5 tot 2 meter. Maar ik denk dat deze groep, dat je ze ook bewust moet maken. Want ze zitten niet op social media. Misschien kijken sommigen ook niet eens dagelijks naar tv. En misschien interpreteren ze het nieuws ook anders. Dus ik denk dat die groep, dat we wel naar ze toe moeten met informatie. Maar als we bij ze zijn, dat we ze op een manier moeten behandelen dat ze geen enkel risico lopen.
Je moet deze mensen opzoeken om hun boodschappen te doen. Omdat je liever hun niet zelf deze boodschappen laat doen. Want ook in de supermarkt, bij de bank en dergelijke, bij de verzekeringskantoren. Eigenlijk overal waar de drukte is. Ook naar de huisarts. Deze mensen gaan vaak naar de huisarts voor andere klachten. Ook daar zijn ze niet veilig. Dus ik denk dat we deze groep aan de hand moeten nemen, maar dan niet letterlijk. Oké, okay, dan gaan we afsluiten, Sandro. We hebben iets moois. In de eerste aflevering hadden we Ruben Del Prado. Hij zei iets pakkends. Hij zegt, als je rechtshandig bent, probeer je linkerhand te gebruiken als je je gezicht wil aanraken, iets wil jeuken. In de tweede aflevering hadden we John Codrington. Die stond met Priscilla. Die had hele mooie lange nagels en lekker wat make-up. En hij gaf als instructie, dat is wel mooi, maar probeer dat te voorkomen. Want dat zijn bronnen van de plek waar het virus gaat zitten. Jij bent tandarts. Heb je een pakkende boodschap voor mensen vanuit jouw professie? Nou, op dit geval, omdat de police eigenlijk op een heel laag pitje draaien, zou ik zeggen, wees extra zuinig op die tanden van je. Ga geen awarakko bijten, ga geen krabbelbonjes bijten. Hè? Doe geen dingen waarbij je weet dat er een risico bestaat. Die andere grappenmakers maken flessen open met hun tanden. Ik hoop dat je begrijpt dat als ik geen boor kan gebruiken, dat ik je tanden ook niet ga kunnen herstellen. Dus in deze periode waar de tandheelkundige zorg letterlijk op een heel laag pitje draait, wil ik zeggen, je tanden zijn op dit moment je kostbaarste bezit. Ga er op een verstandige wijze mee om, zodat je niet bij mij moet komen en ik je geen hulp ga kunnen bieden. Sandro Alberga, bedankt voor jouw bijdrage. Bedankt dat je die instructie hebt willen geven. Bedankt dat je bij ons aanwezig was. Graag gedaan. Dat was de derde aflevering van ATV COVID-19 Update. We hadden op bezoek de tandarts Sandro Alberga, die veel meer doet dan alleen maar tanden trekken. En die de man is geweest die in principe op social media begon met het bewustmaken van mensen over het gevaar van de ziekte. En natuurlijk welke maatregelen je moet nemen om de verspreiding te voorkomen. Hopelijk heeft u dat tot zich genomen. Een hele fijne en vooral veilige dag verder. Goeiedag.